Dames en heren, jongens en meisjes, welkom allemaal bij Content Veend seizoen 3. We staan hier in de winkelvallei en ik zie daar een nieuwe winkel. Het is letterlijk het hoofd van Rick. Het is letterlijk Rick. Welkom allemaal bij de nieuwe video. Vandaag heb ik een hele leuke planning voor jullie. Ik heb namelijk iets verwaarloosd, iets in de afgelopen 10 à misschien wel zelfs 12 afleveringen niet gedaan, terwijl het wel moest gebeuren. En dat is namelijk, jongens, de grote, machtige, prachtige boom. De boom is nog steeds kaal. Ik heb volgens mij in aflevering 2, 3 of 4 van Content Veend seizoen 3 deze boom met Robin gebouwd. En sinds toen hebben we er niet meer naar omgekeken. We zijn inmiddels bij aflevering 20. Dus voor aflevering 20, vuurwerk, explosies. Rick. Dit is Rick. Maar goed jongens, het is aflevering 20. Dat betekent dat het eindelijk een keertje tijd is om deze boom blaadjes te geven. Ik heb toen een paar weken geleden al heel wat blaadjes verzameld. Maar dit is bij lange na niet genoeg. Ik denk dat ik 3 à 4 dubbel chests nodig heb. En dit is nog niet eens 1. Dus eigenlijk moet ik dit keer 4 hebben. Dus dat wordt nog wel een taakje. Verder heb ik ook wat andere blokken verzameld voor vuurvliegjes en weet ik wat allemaal. Oh nee, wacht, trouwens, deze moet ik niet hier leggen. Zo, dit is voor lichtjes. Die ga ik dan in de boom hangen. Hier wil ik vuurvliegjes van maken. Samen met deze hier, een shroomlight. Alleen heb ik er daar maar 1 van, maar dat maakt niet uit. Maar wat ik ook wil doen, jongens, is een soort van paddenstoel in de boom verwerken. Niet al te veel, gewoon een paar. Maar ik ben benieuwd, zou ik een paddenstoel hier kunnen laten groeien? Ik kan het niet eens plaatsen. Wacht, deze wel? Die kan ik ook niet plaatsen. Moet ik dat op steen? Wat is dit nou weer? Sinds wanneer zit hier een mega krater? Dit is ook allemaal nieuw. Maar kan ik hier een paddenstoel op plaatsen? Hoe werkt dit? Volgens mij moet dat op steen. Nee, waar moet dit? Oh, dat moet op dat speciale gras natuurlijk. Ik wou deze namelijk laten groeien. En dan wou ik daar het blok van hakken. Want ik heb tegenwoordig natuurlijk een Silk Touch pickaxe. En dan wil ik die blokken hierin verwerken. Maar ik denk dat we dan even naar zo'n Mushroom Island toe moeten. Om daar daadwerkelijk die paddenstoelen te gaan verzamelen. En dan ook maar heel veel oak leaves. Dus Benny, kom even hier. Jongeman, het is tijd om vandaag deze boomblaadjes te geven. Laten we even wat shulkerboxen halen bij mijn piratenschip. Die natuurlijk nog in volle glorie hier aan het water staat. Of aan het water, in het water staat. Goed, even kijken. Mijn shulkerboxen liggen volgens mij. Waar liggen mijn shulkerboxen? Oeh, die liggen bij dat eilandje, bij de schiereilanden. Oké, dat is prima. Ik moet namelijk toch die kant op. Pakken we even een bootje hier. Hoppakee. Oh, ik ben mijn dinges aan het slopen, Lilypads. Varen we even naar onze prachtige nieuwe schiereilanden, die ik eigenlijk ook deze aflevering even verder wil bouwen. Eerst gaan we de mega grote bomen even afmaken. Dat heeft prioriteit. Maar als het goed is, heb ik in deze dubbel chest hier, heb ik mijn shock. Deze kist hier, deze kist hier, deze kist hier in mijn shockbox zitten. Zo. En dan wil ik niet eerder terugkomen totdat al deze shulkerboxen gevuld zijn met blaadjes. En dan moet ik weer langs mijn schip. Want ik ben de scharen vergeten. Oké, als het goed is, komen we elk moment aan bij de Mushroom Island. Waarom ligt hier letterlijk een random blokje wheat? Volgens mij is dit... Ja, kijk jongens. Het laat langzaam in. Dit is de locatie waar ik even wil zijn. Ik wil heel veel van dit soort mooie blokjes zakken. Dan kan ik die leuk verspreiden over de boom. Niet al te veel, maar gewoon een beetje subtiel hier en daar. Dus ik denk dat ik deze hele paddenstoelen en die boomwiel niet eens meer nodig heb. Want ik kan nu gewoon met mijn pickaxe kan ik dit allemaal slopen. Daar komt hij. Als het goed is, werkt... Oh, het is wel traag, maar het is beter met mijn axe. Want met mijn axe heb ik helemaal geen silk touch. En shovel misschien? Shovel kan ook. Laten we het met mijn shovel doen. Dan hak ik ook gewoon een beetje van dit gras. Dan kan ik de thuisvoort dan ook gewoon laten groeien. Zo. Volgens mij werkt dat hoor. Want hier kan ik het wel boomwielen, toch? Of niet? Kan ik het hier boomwielen? Zo. Boing, boing, boing. Ja, kijk, tuurlijk kan dat. Dan kan ik dat thuisvoort dan ook. Zo, dat is 1 rode. Dan hakken we ook nog even 1 bruine weg. Ik weet het, jongens. Dit gaat normaal veel sneller met een axe. Alleen ik heb geen silk touch op mijn axe staan. Oké, dan hebben we ook een hele bruine gehakt. Dan hebben we inmiddels 33 bruin. En nee, ja, ik denk dat ik alleen nog even wat van die witte nodig heb. En dan zitten we wel goed. Zo, op deze manier zitten we wel goed. Hakken we nog even wat van die kleintjes. Zodat we er thuis 100% genoeg kunnen spawnen. Zou zonde zijn anders. Hetzelfde geldt voor de rode. Hoppakee. Stappen we weer in mijn prachtige bootje die we hier hebben liggen, jongens. Hoppakee. En dan gaan we doorvaren naar het vasteland en kijken of we daar alle oak leaves kunnen hakken. Goed, daar zijn we dan, jongens. En in plaats van normale oak leaves ga ik lekker dark oak leaves hakken. Omdat die iets sneller en makkelijker zijn om te hakken. Aangezien dit bos veel dichter op elkaar staat. En ik heb hier deze shulkerbox mee. Waarin ik al mijn schaartjes heb. Laten we er even 3 uitpakken. Zo. En dan... denk ik dat ik maar gewoon moet gaan beginnen met hakken. En ik denk eigenlijk dat ik er even op wil gaan staan. Even kijken. Zo, en dan vanaf hier gewoon echt als een idioot, als een maloot, gewoon letterlijk alles hakken. En dit kan echt nog wel even gaan duren, maar dan heb ik wel alles wat ik nodig heb. En ik besef me, hier hebben we ook gewoon deze bomen, die, of die paddenstoelen die ik had kunnen hakken. Dus de hele trip naar het paddenstoeleiland was eigenlijk overbodig. Maar zoals je kan zien, zover was het niet, want daar is het paddenstoeleiland. Wat een hersenloze taak om gewoon alleen maar boompjes om te hakken. Het mooie is het verschil tussen oak en dark oak leaves, dat zie je bijna niet.
niet. Dus dat is het lekkere eraan. Zo, laten we eerst alles wel eens even dumpen hierin. Zo, hoppakee. Je ziet bijna het verschil niet aan de leaves. Maar ik ben wel bang dat ik veel te weinig scharen heb meegenomen. Want op het moment zijn mijn scharen al gewoon... Er zijn al 3 stuk. En ik heb nog lang niet wat ik moet hebben. Dus daar ben ik wel bang voor. Weet je, jongens, ik zie jullie wel terug als al mijn scharen kapot zijn. Ik heb er nog in deze chocobox hier heb ik er nog behoorlijk wat. Maar ik ben bang dat het wel een trip wordt... Van meerdere keren heen en weer naar het bos. We gaan even kijken hoe lang het duurt. Dus ik zie jullie misschien na een uurtje of 2 of 3 of 4 of 5 of 6. In ieder geval zodra ik genoeg blaadjes heb. Hallo! Jongens, daar zijn we weer. En we hebben belachelijk veel hout gehakt. Ik bedoel blaadjes. En met we bedoel ik Joris hier, zoals ik kan zien. Is mij even komen helpen. Mijn hele inventory zit vol. Uiteindelijk heb ik er toch voor gekozen om ook liefst te hakken. Omdat ik dacht, ja... Dat was toch wel uiteindelijk het doel dat ik dat ging doen. Dan heb ik toch het perfecte blaadje voor het perfecte hout. Maar zoals je hier kan zien, jongens. Vol, 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 vol en helemaal vol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 shulkerboxes vol. Mijn inventory vol. Waarschijnlijk Joris' inventory ook helemaal vol. We hebben zo... Kijk, hier zitten trouwens allemaal scharen in. Dan weet ik wat allemaal. Hier zitten die dark oak leaves die ik nog had gehakt aan het begin. Maar het hele bos is hier zo raar kaal. Je bent natuurlijk aan gewend dat in Minecraft... Dat als je een bos hakt, dat ook daadwerkelijk de logs er zo weg zijn. Weet je, de logs, het hout, de bomen zelf en zo. Maar op het moment is het gewoon alleen maar dat de blaadjes gehakt zijn. Waardoor je een heel raar effect krijgt of zo. Ik vind het echt alsof het bos is afgebrand, weet je. Maar... De stammen staan er nog van alles. Ja, ik vind het een heel uniek ding. Ja, een unieke ervaring dat op deze manier een bos gekapt is. Gewoon alleen de blaadjes, meer niet. Hier, zo kan je het ook een beetje goed zien. Heel raar dit. Maar goed, laten wij de shulkerboxes meenemen. Want ik zei al net tegen Joris en hij, we zijn ook al tegen mij. Waarschijnlijk hebben we wel genoeg op het moment voor de boom. Even kijken, kan ik alle shulkerboxes meenemen? Nee, dat betekent dat ik gewoon daadwerkelijk dingen moet gaan weggooien. Mijn helm op moet doen, zo. En dan maar gewoon een stack ook liefst weggooien, want meer ruimte heb ik niet. Nou jongens, dan gaan we terug. Joris, neem die 2 mee. Dan gaan we via de nether gaan we terug. Want Joris had gelijk heel handig een netherportal geplaatst. Hoeven we niet helemaal terug te wandelen. Ik ben alleen benieuwd waar dit ons zal droppen. Oh! Op het dak van de nether. Dat is pas handig. Oké, dat is echt heel handig. En nu? Waar moeten we nu heen? Oh, ik hoop dat Joris de weg weet. Anders zitten we hier echt gewoon gestrand zometeen. Wat doet hij? Oh, hij is de portal aan het markeren. Dat dit de portal is naar zo'n boompje toe. Oh nee, nou, laat maar. Hij markeert het gewoon even, de portal. Oké, let's go. Deze manier zijn we waarschijnlijk behoorlijk snel thuis. Ik hoop dat we de goede kant op lopen. Oh god, ga ik zonder Joris verder? Ah, dat hout erop plaatsen. Nee, die voor gas en zo, blijkbaar. Anders worden de portal waarschijnlijk opgeblazen. Ik ben echt aan het hopen gewoon dat we... Oh, ja, ik zie iets. Oh, gelukkig. Ik dacht al, ik hoop dat we niet eindeloos aan het dwalen zijn op de netherroof hier. Kijk, hier hebben mensen ook een bijenfarm en zo. Moeten we hier al in? Voor wie is deze? Ik ben zo benieuwd waar we uitkomen. Ik ben nog nooit op de netherroof geweest in seizoen 3. En we komen uit... Oh, bij die van Floor, joh. En dat is gelijk bij die van het winkelverleidje. Die zit behoorlijk centraal. Oh, gast. Oh, gast. Oh, Joris sloeg hem al dood. Goed, dan zijn we hier ook in de prachtige kale boom. Nou, hij gaat niet lang meer kaal zijn. Dan hebben we hier heel wat blaadjes. Laten we even kijken, hoor. Hier heb ik nog wat kisten. Komt-ie. Even denken. Kist. Kist. Hier doen we nog een kist. Nog een kist. Zo. Dan gaan we alles hier even in doen. Alle blaadjes. Ik ben zo benieuwd hoeveel er in totaal zijn. Ik denk dat ik echt veel te veel heb gehaald. Ik denk dat we echt, echt veel te veel hebben. Oh, god. Ja, dit gaat 100% echt te veel zijn. Maar dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit, jongens. Dan hebben we gewoon voor altijd genoeg leaves. Dat is toch ook prima? Oké, dan hebben we nu 4 dubbel chests. Het was bijna 4 dubbel chests vol. Dat is eigenlijk precies wat ik zei. Ik wilde er ongeveer 4 hebben. En we hebben zelfs nog over. Dus dat komt goed uit. Want wie weet heb ik wel, is 4 alsnog te weinig. Ik gok dat 4 dubbel chests, dat dit letterlijk genoeg plaatjes gaat zijn voor deze boom. Maar je hebt ook nog een grote kans dat dat waarschijnlijk niet zo is. Zo, kijk, hoppakee. Doen we dit zo. Op deze manier hebben we genoeg. Allemaal lege shulkerboxen. Er is nog 1 volle. En die plaatsen we dan gewoon in het hoekje hier. Joris had... Volgens mij, hoeveel shulkerboxen waren van hem? Volgens mij waren het 4 van mij. Of 5, nee. Zo, 5 waren er van mij. De rest was van Joris. Dan hebben we nu 1, 2, 3, 4 dubbelkisten vol. En eigenlijk nog ook een 5e. Hier en daar nog wat losse blaadjes verspreid. Halen we even wat kisten hier weg. Want ik heb echt te veel kisten hier staan nu. Heel veel sticks voor een of andere reden. Zo, hoppakee, jongens. Ik ben helemaal klaar om aan de slag te gaan. Laten we dan ook maar beginnen met... Ik gok een van mijn... Nou, langste timelapse zal het niet worden. Maar wel moeilijkste...
om blaadjes te gaan bouwen in deze boom, dat gaat me toch een werk zijn. Oh, ik kijk er stiekem een beetje tegenop, maar waar ik ook tegenop keek was de blaadjes verzamelen. Dat is inmiddels, zoals jullie natuurlijk kunnen zien, helemaal gedaan. Laten we dan maar beginnen met een prachtige timelapse. Hoe we deze boom eindelijk een keertje afbouwen. Vergeet zeker even niet te liken. Klik nu op die abonneerknop. Als zodra je op die abonneerknop hebt geklikt, dan begint de timelapse. 3, 2, 1. Boom! Jongens, daar zijn we weer na een prachtige timelapse. En de boom heeft eindelijk blaadjes. Kijk hoe leuk dit eruit ziet. Het was altijd natuurlijk een super kale, saaie boom. Wat dan saai. Hij was gewoon, het was herfst, weet je eigenlijk. Het was herfst terwijl we in de zomer leefden. En nu gaan we richting de winter. En nu heeft hij ineens blaadjes. Het is een wereldwonder. Maar het resultaat is zo ontzettend leuk. De blaadjes die voegen echt heel wat toe. Heel wat leven aan de winkelvallei. Ik heb ook andere kleine leuke details toegevoegd. Maar daar gaan we zo meteen even heen natuurlijk. Eerst wil ik Rick even bedanken. Dankjewel Rick dat ik hier even mocht staan. Zodat ik naar de boom kon kijken. Je bent echt een topper. Maakt niet uit, Max. Je bent altijd mijn grote voorbeeld geweest. En Wanda is heel veel beter dan Rick. Ah, dankjewel, Rick. Dat had je toch nooit hoeven zeggen, joh. Doe even 360 naar beneden hier. Hoppakee. Oeh, dat was meer damage dan verwacht. En dan gaan we even een kijkje nemen bij de boom des leven, jongens. Jullie kennen hem allemaal. Maar nu gewoon met blaadjes. Wat een upgrade, hé. Hallo, Benny. Ik heb het uiteindelijk samen met meneer KB gedaan. Dat kon je waarschijnlijk ook wel in de timelapse zien dat er één iemand anders bij was. Dus meneer KB, als je de video kijkt, dankjewel. Echt waar, dankjewel. We hebben er in totaal met z'n tweeën ongeveer 3 uur over gedaan. Dat betekent als ik dit alleen had gedaan, dat het waarschijnlijk dus misschien het dubbele van de tijd had gekost. Waarschijnlijk 5 of 6 uur in mijn eentje. Omdat met z'n tweeën kostte 3 uur. Maar goed, een beetje details die ik heb toegevoegd. Is daar een klein soort uilengat erin met een beetje vogelpoep op het randje. Dit moet een soort van vuurvliegjes voorstellen. Ik weet nou niet of helemaal of het gelukt is, maar ik vind het wel leuk. Dan heb ik hier een hangend bord staan, jongens. Met daarop natuurlijk, je ziet het al duidelijk staan. Abonneer op Walnut. Misschien dat niet iedereen het kan lezen. Voor sommigen lijkt het misschien op gewoon een paar kale signs. Maar ik kan duidelijk lezen dat daar staat op de hanging sign. Abonneer op Walnut. Dus kijk jij nou nu. Abonneer op Walnut. Dan vervolgens wat paddenstoelen hier en daar. Een klein riviertje die ik helemaal tot hier heb laten doorlopen. Verder niet omdat ik dit aan iemand anders ga geven. Als in de taak om deze rivier door te laten lopen gaat naar iemand anders. Hier nog meer paddenstoelen. Nog meer rotsen en stenen. Het gras. Ik heb wat mos toegevoegd. Ik heb iets wat gras weggehaald ook. Want hier rondom de boom stikte het van het gras, zoals je eigenlijk hier vooral hebt. Kijk, 1,5 gras. En ik heb alle talgrass weggehaald. Uiteindelijk heb ik iets minder gras toegevoegd, omdat ik dat toch mooier vind. En ik heb de lantaarnpaal hier afgemaakt. Maar overal is het resultaat gewoon veel beter, jongens. Binnenkant van de boom is nog niet gedaan. Wederom, omdat ik die taken iemand anders ga geven. En dan denk je, hoe bedoel je, gaat die taken iemand anders geven? Nou, dat is heel simpel. We hebben hier natuurlijk het takenlijst, of de takenlijst van de winkelvallei. Die gaan we helemaal weghalen, jongens. Ik weet het, wat een schande. Maar dat komt omdat ik deze eventjes opnieuw wil bouwen, maar dan leuker, groter, zodat er meer taken op kunnen. En het plein hier moet even anders worden. Dan hebben wij hier het grote, ja, wat is het? Het boek over de grote boom. Die hebben we natuurlijk in aflevering 3 geschreven of zo. Die zal ik eventjes opnieuw plaatsen, maar dan, ik gok eventjes hier zo, hoppakee, zo. Over de boom. Dan zijn dit alle offers die gedaan zijn. Die kunnen we dan ook even weghalen. Wat diamonds, wat ijzer, een totem of undying, ammo en troepies. En dan hier hebben we Heart of the Sea, emeralds, kleding, gold, kool, een slingshot. Nou, dit, ja, deze wil ik op zich wel hebben. En de rest is troep dat wat mij betreft gewoon kan verdwijnen. Dus dat gaan we even onder de grond gooien. Zo, dat kunnen we dan gewoon onder de grond begraven. Verdwijnt allemaal stuk voor stuk. Pak we even wat nieuw dirt en dan gooi je het weer dicht. Hoppakee, slopen we deze endertje. Net trouwens, ik drop even dit erin, zo. Slopen we de enderchest, slopen we dit ding. En dan is het tijd om even een klein, leuk, simpel pleintje te maken hier, jongens. En het takenbord even uit te breiden, zodat we een aantal mensen wat taken kunnen geven voor de winkelvallei. Taak 1 is bijvoorbeeld dat water hier door laten lopen. En het liefst wil ik dat het water, zeg maar, hier langs de nieuwe winkel van Joris gaat. En dan helemaal doorloopt hier zo, misschien zelfs onder mijn pad door,
dat die persoon ook een bruggetje moet maken. En dat hij dan ergens daar of zo eindigt. Weet je, in een klein meertje. Wat is het? Een klein slootje, verzin het. Iemand moet de binnenkant van de boom maken natuurlijk. De boom is nu bijna af, alleen de binnenkant moet nog gedaan worden. Er moet nog een pad naar René en Flor hun basis toe. Eigenlijk ook nog een pad naar de basis van Joris, Julian en David. Alleen die is wel heel ver. Er moet nog een pad naar Rick's basis toe. Maar weet je, laten we eerst even de takenbord bouwen. En als we het takenbord gebouwd hebben, dan kunnen we de taken toe gaan voegen. Maar dan wil ik eerst het plein even hier groter maken. En gelijk een start maken van waar het... Wacht, ik heb zoveel blokken bij me. Wacht even hoor. Hier binnen in de boom liggen toch nog allemaal troepkisten die ik gebruikt heb. Dus kunnen we ook even wat... Doe even mijn armor aan. Even wat troepjes dumpen. Zo. Dit plein even een beetje upgraden. Althans, iets groter maken. En dan zat ik er zelfs aan te denken om het start te maken van een pad naar René en Floor. Zodat ze dat zelf af kunnen maken. En ik gok dat dit wel een mooie plek is daarvoor. Zo. Even kijken. Hier. Zo. Deze kant op een beetje. En dan mogen ze hem zelf natuurlijk vanaf hier afmaken. Dat ga ik niet doen. Maar dit is wel een mooi begin. Weet je, dan weten ze in ieder geval van waar ze kunnen beginnen met het pad. Ja, dit is wel een mooie plek. Als hier nou dit pad dan helemaal daarin loopt, dat zou er oprecht heel leuk uitzien. Ga ik even wat mosblokken zoeken. Om even wat details toe te voegen aan de vloer hier natuurlijk. Als het goed is, ja, ik heb nogal wat mosblokken. Even kijken hoor. Wat core steurt hier en daar ook. Gewoon wat vlekjes hier en daar toevoegen. Zo, dat ziet er al wat beter uit. En dan denk ik dat hier het takenbord komt. Bijna op dezelfde plek. Maar dan kunnen we hem iets groter en iets leuker maken. Maar goed, laten we dat even bouwen. In een prachtige inimini. Maar dan bedoel ik ook echt een inimini timelapse. Jongens, dan zijn we weer na een prachtige timelapse. En het takenbord is af. Het is een heel, heel, heel simpel design. Ik wil het helemaal niet heel bijzonder hebben. Omdat het takenbord wil ik niet als een mega groot bijzonder iets hebben. Bijzonder iets, weet ik voor hoe je het wil noemen. Maar ik vond het wel een leuk idee dat er overal van die bordjes aanhingen. En overal bordjes op zitten. De takenlijst voor de inwoners van het continent van Content Veen. Laten we de eerste taak erop zetten. Joris, rivier verder bouwen. Oh, rivier verder bouwen. En dan doen we hier even een entertje tussen. Doen we zo. Joris. Doen we hier, meneer KB, boom in boom, binnenkant bouwen, zo, Floor, pad naar basis bouwen, Rini, Floor helpen, we geven Rick ook een taak, pad naar basis bouwen, dat moet Rick ook doen. Even denken hoor. Wat voor taken kan ik ook weer nog meer geven? Er zijn genoeg taken die ik namelijk heb. Alleen, ik had ze allemaal in mijn hoofd, maar ik ben ze inmiddels weer vergeten. Iemand! Wolwinkel bouwen. Ik wil heel graag een wolwinkel hebben. Bouwen, zo. Hoppakee. En als er dan nog meer taken zijn voor andere mensen, kunnen mensen die zelf hier achterlaten natuurlijk. Maar, voor nu is het takenbord helemaal klaar. Ik vind het helemaal prima. En in die tussentijd dat ik dit gedaan heb, jongens, kon je eigenlijk waarschijnlijk al mijn kleding zien. Volgens mij heb ik een ander t-shirt aan dan het stukje voordat ik dit takenbord ging bouwen. En in die tussentijd is daar een mega groot paard ontstaan. Dit is volgens mij Brown Pearl van meneer KB. Laten we die kant op lopen. Want in de vorige aflevering heeft hij natuurlijk kapitein Bruinbaard standbeeld gebouwd. Ook heel geweldig. Maar dit standbeeld is me toch een... Oh, ik vind het zo'n geweldig standbeeld. Dus hij heeft zijn taak heel serieus genomen van de kraken. En als hij dit allemaal gedaan heeft, kon hij ook zijn cowboyhoed op doen. Maar het feit dat hij hier nu een mega paard heeft gebouwd is zo mooi. Als je er meer van wil zien, moet je zeker naar meneer KB's video gaan. Want volgens mij heeft hij ook het cowboy standbeeld gebouwd. En als je die wilt zien, moet je dus echt even naar zijn video gaan. Maar dit is in ieder geval echt geweldig. Ik vind het heel leuk. Winkelvallei is deze aflevering helemaal beter geworden, jongens. De boom heeft laagjes, een nieuw standbeeld. Ik vind het allemaal prachtig. Maar goed, ik denk dat ik dan even mijn shulkerboxen die ik hier allemaal in de boom heb staan, weer mee ga nemen naar mijn basis. Want dit zijn volgens mij allemaal mijn shulkerboxen, dit. Zo, ik had er 5, ja. Dan de energies neem ik ook mee. Zo. Dit laat ik allemaal nog eventjes hier liggen. Die blaadjes vooral is belangrijk dat het voor de boom misschien nog gebruikt kan worden. Maar het takenbord ziet er leuk uit. Moet alleen nog even... Oh, wacht. Ik heb wel ook een goed idee. Deze doen we voor Joris ook. Joris, takenbord, kleur geven. Zo, takenbord kleur geven. Dat is dat hij er met glow dye even overheen gaat. En dus alle bordjes een kleurtje geeft. En weet ik wat allemaal. Nu zijn het allemaal donkere tekstjes. Maar als je er met glow dye opgaat. Of glow squid... Hoe noem je dat? Glow ink sack. En een dye kleurtje ziet er allemaal even wat leuker uit. Maar goed, jongens. We stappen weer op Benny hier. Hoppakee. Gaan we Benny opstappen. Rijden we deze kant op. En dan gaan we even terug
naar mijn eigen basis, want volgens mij ben ik daar nog bijna niet geweest deze aflevering. Maar de progressie, deze aflevering is fenomenaal. Ik ben er echt ontzettend blij mee. Kijk dan achter me, jongens. Je hebt dat paard daar, je hebt de boom staan. Dit ziet er toch zo goed uit allemaal. Ik ben zo blij dat die boom eindelijk een keer af is, echt waar. Laat even weten in de reacties als jij er ook blij mee bent. Maar goed, aangekomen in mijn prachtige piratenbaas. In de volgende aflevering gaan we echt daar verder, jongens. Geen zorgen. Ik zei dat ik dat deze aflevering ging doen, maar ik had 2 afleveringen achter elkaar. Heb ik volgens mij daar weer iets gedaan, daar een beetje progressie gemaakt. En nu was het gewoon tijd om in de winkelvlei aan de slag te gaan. Maar goed, ik zag toen ik vandaag de server... Yo, wat maakt het bij je farm weer enorm veel herrie. Benny gaat hier. Toen ik de server vandaag joinde, zag ik hier een bordje staan. Post, kapitein Knalnut en een paard met een zadel die niet van mij is. Dus ik ben heel benieuwd wat dit is. Wie is dit? Dochter van Benny. Oh, jongens! Het paard dat gebod... Wacht even, we doen even een flashback. Maar van wie is hij? Is hij van Benny of is hij van Deputy? Geen idee. Wie is de vader? Oh, we zullen het nooit weten. Arm kind. Oké, maar... Het is niet te geloven, jongens. Benny heeft dus uiteindelijk wel een kind gekregen en dat is dit. Oh, staat er ook post bij? Zorgen, wat is dit? Wat is dit? Beste kapitein Knalnut, deze brief schrijf ik uit bezorgdheid. Ik maak me namelijk een beetje zorgen om Benny. Ik kom hem vaak alleen tegen, vastgebonden aan de paal. Spijt me, ik ben een piraat, wat verwacht je dan? Volgens mij heeft hij helemaal geen stal en zelfs geen eigen voederbak. Uit de DNA-test blijkt dat dit paard de dochter van Benny is. Het leek me daarom niet meer dan normaal om dit paard bij je langs te brengen. Nu je in het bezit bent van 2 paarden, draag je een nog grotere verantwoordelijkheid. En nemen mijn zorgen toe. Zou je mijn zorgen weg willen nemen en aan iedereen willen bewijzen dat ook piraten goed voor paarden kunnen zorgen? Mocht dat niet lukken, dan zou ik als echte cowboy je paarden moeten overnemen met of zonder jouw toestemming. Ik vertrouw erop dat dit niet nodig gaat zijn. Dat zou namelijk slecht zijn voor onze net herstelde vriendschap. Succes en vergeet niet, piraten en cowboys staan samen sterk. Met vriendelijke groet, meneer cowboy. Inderdaad, jongens, piraten en cowboys staan samen sterk. Het is echt dus de dochter van Benny. Nu kan het inderdaad niet anders, jongens, dat ik stallen moet gaan bouwen voor mijn paarden. Ze staan hier inderdaad altijd een beetje alleen aan een paaltje te staan. Gewoon, want ja, ik ben vaak op zee. Ik ben vaak eigenlijk nooit echt met die paarden bezig. Maar het is wel zielig inderdaad dat ze maar altijd aan een paaltje staan. Dat betekent dat ik volgende aflevering maar echt eventjes een piratenpaardenstal moet bouwen. Deze aflevering helaas geen tijd meer voor, omdat ik natuurlijk al zoveel dingen heb gedaan. Dus dochter van Benny, welkom. Je krijgt nog een naam. Jongens, goeie. Laat even een naam achter voor de dochter van Benny. Ik ben wel benieuwd waar jullie mee komen. Laat nu in de reacties even namen achter voor de dochter van Benny. Jullie gaan vast wel met leuke namen komen. Maar er was nog meer post. Dan doen we even zo dit naar beneden. Dat betekent dat de post behandeld is. Wat staat hierin? Kapitein Brug Kapitein. Kapitein Brug Kapitein? Waar heb je het over? Kapitein Brug, kapitein. Ik snap niet wat je bedoelt. Oh, wacht. Jawel. Wacht, we gaan even gelijk dochter van Benny testen. Oké, jongens. Volgens mij bedoelt hij... Laten we even kijken. Oh mijn god, Benny. Benny, je dochter is sneller volgens mij. Volgens mij is de dochter... Hij is niet heel snel. Dus dan weet ik zeker dat het dochter van Benny is. Want Benny is een luie, trage zak. Dus dit is 100% het bloed van Benny. Ze is net zo traag. Maar volgens mij is ze zelfs een beetje sneller dan Benny. Dus dat maakt het op zich ook wel weer goed. Maar volgens mij bedoelt meneer KB met brug... Of kapitein, brug, kapitein... Dat ik een brug moet bouwen. Oh, 100% bedoelt hij dat, jongens. Kijk, 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 kijk. Er is hier een nieuw pad ontstaan. Hier met een nieuw bord ook. Hoe ziet dit eruit? Piraten, cowboys samen sterk. Het Wilde Westen. Piratenland. En wat is hier? Kapitein Bruinbaard. Oh, er is dus een nieuw pad ontstaan, jongens. Hierheen. Maar het enige wat nog mist... En daar komt het natuurlijk. Brugkapitein. Of kapitein Brugkapitein. Het enige wat hier nog mist is natuurlijk een prachtige brug. Ah, ik zie al hoe het zit, jongens. Ik zie al hoe het zit. Meneer KB wil dat wij hier een prachtige brug bouwen. Ik zie het. Ik snap hem. Ik snap hem. Dan is dat iets wat op ons takenlijstje komt. Oké, dat betekent dat ik in de volgende aflevering een stal moet bouwen voor die paarden. Een brug naar kapitein Bruinbaard. Oké, dat is duidelijk. Dat gaat goed komen. Dat gaat helemaal goed komen. Hebben we in ieder geval een leuk spannend lijstje voor de volgende aflevering, jongens. En ik moet ook nog waar die beacon hier omhoog gaat. Bij mijn schiereilanden moet ik ook nog verder gaan. Want dat had ik eigenlijk beloofd dat ik dat deze aflevering zou doen. Bij die schiereilanden daar. Oké. We moeten even dingen gaan prioriteit aan dingen gaan stellen. Gaat helemaal goed komen, meneer cowboy. Oké, dan zetten we de dochter van Benny. Zetten we eventjes hier aan het paaltje. En dat is precies waar de klachten van meneer KB eigenlijk voor stonden. Maar ik kan er op het moment nog even niks aan doen. Het spijt me. Doen we shulkerboxes even heel lelijk hieronder in deze kist.
En dan wil ik even iets controleren. Dan wil ik even iets controleren, jongens. Ik heb namelijk niet extreem veel tijd om nog veel dingen te bouwen. Maar waar ik wel echt nog tijd voor heb, en dat gaan we 100% ook doen, is even mijn cactusfarm bekijken. Want ik heb heel veel complimenten gehad over het design van mijn cactusfarm. Het is het meest slechte cactusfarm die je ooit voor je kan zien. Maar hij werkt. Ik heb 40 cactussen. 40 cactussen, jongens. Wie had dat gedacht? Maar er is één klein dingetje wat ik hieraan wil veranderen. En dat is dat ik niet altijd hier naar beneden ervoor hoef. Ik wil dat de cactussen, zeg maar, daar naartoe worden gestuurd. Eigenlijk hier naar boven. Dus laten we deze aflevering... Dus ik weet niet, misschien dat de aflevering nu nog ineens 20 minuten duurt. Of een weet ik veel wat. Ik wil nog even mijn cactusfarm upgraden. Ik wil het design nog beter maken dan dat het al is. En ik wil het naar boven sturen allemaal. Dus ik heb een paar dingen nodig. Dus nogmaals, ik weet niet hoe lang de aflevering nu nog duurt. Wie weet zijn we pas op de helft, maar wie weet zijn we er al bijna. Jullie kunnen dat gewoon zien door nu te scrollen. Maar ik ga die cactusfarm upgraden. Dat is even belangrijk. Daar komt ie. Ik heb nodig soul sand. Buckets met water. Dus hier buckets. En ijs. En ik heb echt ijs nodig. En wat signs. Dus dit gaat... Oh, dit gaat goed komen. Ik ga een mega prachtig design laten zien voor deze cactusfarm. Oké, dan wil ik ongeveer dat hierboven mijn dinges ergens terechtkomen, mijn cactussen. Ik denk hier. Ik denk dat dit wel een mooie plek is, hier zo. Meneer KB komt er als het goed is aan om wat ijs naar me toe te brengen, want ik heb ijs nodig om het natuurlijk door te laten stromen de hele tijd. Dus dit kan weg, zo. Dit ook. Even kijken, hoe gaan we dit doen? Hoe gaan we dit doen? Wacht even hoor. Ik heb hier even moeite mee. Oké, even kijken, hoe gaan we dit doen? Uiteindelijk valt alles hierin. Hierin, oké. Dan wat ik ga doen... Dus het gaat hierheen stromen, zo. Dan wil ik het... Nee, niet hier al. Wacht. Ja, hier gaat het weer omhoog. Heb ik even water nodig? Ah, skeleton. Oh, ik ga dood. Oh mijn god, ik ga mijn armor aandoen. Kijk, het water stroomt dan hier zo heen. En dan uiteindelijk valt het allemaal op dit blokje. Dus dat betekent dat we hier ook weer water moeten doen. Dan plaatsen wij hier een sign. Nee, even kijken. Volgens mij hier een sign. Dan komt hier weer water. En dan... Komt hier soul sand, waardoor het water omhoog gestuurd wordt, helemaal daarheen. Dit gaat geweldig zijn, jongens. Ik heb het design, het zit helemaal in mijn hoofd. Kijk, er komt, hier komt nog een sign, zo. Wacht even, dit gaat niet goed. Hier een sign. Dat is niet nodig, ik snap het niet meer. Hier komt water in ieder geval. Daarboven al, hier. Kijk, en dan moet ik dit even heel maken met kelp. Hakken we even snel wat kelp. Belichten we het hier beneden ook even, want het is veel te donker. Oh, dat is een sign. Zo, kijk, als hier nou ijs komt, stroomt het als het goed is door hierheen. En als we hier dan kelp van maken, dat zou betekenen dat de cactussen daarna omhoog worden gestuurd. Wacht. Ah, zombie. Kijk, als we zo doen, zo. Wat een geweldig design, wederom. Zo, nu brengen we de kelp helemaal omhoog tot ongeveer hier, zo. Halen we de kelp weer weg. Oh, ik heb het verkeerd gedaan, wacht. Nee, er moet hier ook een sign. Hier moet nog een sign en hier moet nog een sign. Kijk, dan wordt het de cactus wordt hier naartoe gestuurd, naar boven. Dan... Komt hier een sign? Nee, niet hier, wacht. Hier een sign. Zo. Zou dit werken als... Wacht even hoor. Ik vraag me af wat ik nu heb gecreëerd. Dit mega machtige design. Ik hier nou mijn chest doe. Deze hopper weghaal. Hopper hier tegenaan plaats, zo. Zo. En dan hier nou dit doe. Als ik hier iets drop, zo. Dat komt het in de kist. En nou helemaal als ik hier bovenop ook nog even slaps doe of zo. Wacht. Kijk, we kunnen natuurlijk via dit bruggetje heen en weer lopen hier. Kunnen we zo even mijn basis in. Pakken we even wat trapdoors hier. Oké, dan doen we trapdoor hier, trapdoor hier. Wil ik eigenlijk deze vervangen voor wat dirt zo. Oh, nee. Het gaat overal heen het water. Zo. Volgens mij werkt wat ik nu gedaan heb. Volgens mij is dit design is onoverwinnelijk. Het enige wat ik nu nog nodig heb is even wat ijsblokken. Maar die heeft meneer KB. En als het goed is meneer KB er bijna. Dan kan ik dit dichtgooien hier. Cactussen vallen allemaal hierin, in dit gat. Dan gaan ze hierheen. Gaan ze via de cobblestone-muur omhoog. En dan komen ze, als het goed is, daar terecht. Oh, maar dan heb ik echt wat ijs nodig. En dan hoop ik dat dit design werkt. Dan heb ik wederom, echt waar, mijn redstone skills. Jongens, niks is beter dan mijn redstone skills. Ik kan zeggen wat je wil, maar mijn redstone skills zijn echt fenomenaal. Ik weet dat ik nog een keer het woord fenomenaal zeg, maar het is echt gewoon geweldig. Oké, jongens. Ik heb er nog een klein dingetje aan veranderd. En dat is dat het er nu wat mooier uitziet. Het zag er van boven nou niet echt, moet ik zeggen, heel mooi uit. Maar als het goed is, kijk, hier in het luik kan je nu zien
hoe het allemaal in elkaar zit. Je kan er ook in en uit als je wilt. Maar in ieder geval, als het goed is, komen alle blokjes die je nu hierin dropt. Dus die cactussen zouden allemaal hierboven moeten komen zo. Dus ik ben benieuwd hoeveel het er uiteindelijk gaat zijn. We kunnen nu ook altijd de cactus van beneden uitbreiden en een keertje oprecht misschien mooi maken. We hoeven echt alleen nog maar te wachten op KB en zijn ijs. En als het goed is, komt er elk moment aanvaren. En met elk moment bedoel ik ook echt elk moment. Dus we gaan hier ook gewoon letterlijk gewoon staan wachten op hem tot we hem zien varen. Ah, dan zou je hem hebben. Met honden. Wat doe je mee nou aan het doen met honden? En dan laat jij een boze brief bij mij achter over mijn paarden. Hallo? Mijn chat hoort je niet. Oh, ik vind het wel een beetje zielig wat je doet. Hij is, ja. Nou, Arlo, geef live commentaar. Dit is even belangrijk. Dit moet gewoon even gebeuren. Die honden. Ja. Heb je ijs bij je? Zeker. Kom ik naar je. Kom naar boven. Nee, je kan... Trouwens, we moeten toch beneden zijn hier. Ik heb er twee nodig deze keer. Wil je mijn design zien? Oh, lieve mensen, jullie horen het allemaal niet, maar we gaan een update krijgen van de cactus farm. Dat jullie het even weten. Toch, dat is wat er gaat gebeuren, toch? Ja, je krijgt een update. Kijk. Oké, komt-ie. Mijn prachtige cactus farm. Hij is niet zoveel veranderd, alleen zoals je kan zien is hier nu een mooie cobblestonebalk. Wat er nu gebeurt... Dit is de update, lieve mensen. Dit is de update. Kijk, het valt nu allemaal hier naar beneden, zoals je kan zien. Gaat het onder het andere waterstraaltje door. Ja. En dan moet ik hier twee dingen plaatsen. IJs. En als het goed is, betekent het nu dat deze cactus zo... Ja, het werkt. Het werkt. Kom maar in. Kom maar in. Nee, wacht. Ik moet mijn wolven even veiligstellen. Heb je hier een fence of zo? Weet ik niet. Dan kan ik even kijken. Ik kan wel een fence maken. Maak ze farm kapot. Nee. Ik heb een fence hier. Creeper. Ik heb een fence. Creeper. Wacht, komt-ie. Nee, creeper. Wacht even. Even die creeper kapot schieten. Mijn hemel. Dat was spannend. Jij hebt een fence? Ja, kijk. Oh, ik had bijna... Doe je honden er maar aan. Ja, Oké, wat hier gebeurt is... Het valt erin, zoals bij alle andere dingen. Ja, we gaan mee met de cactus nu. Ja, kijk. En dan ben jij de cactus. De cactus gaat zo. En die gaat dan glijdt over het ijs. Die glijdt dan hier omhoog. Zo. En dan komt hij hier in deze kist uit. Dan hoef ik niet helemaal naar beneden. En dan kan ik via de brug van mijn boot... Kan ik hierheen en dan hoppakee. Ja, dit is next level redstone zonder redstone. A few moments later. Jongens, mijn uitbreiding. Ik ben er heel tevreden. KB was niet zo onder de indruk. Ik ben onder de indruk van mijn uitbreiding. En ja, ik had hem eigenlijk ook nodig voor het ijs. En niet zijn mening. Goed, volgende aflevering kunnen wij gaan beginnen met de huisjes daar waarschijnlijk. En daar heb ik die cactus natuurlijk in eerste instantie voor nodig. Voor de cyaan wol die we daarvan kunnen krijgen. De groene dye die we dan mengen met blauwe dye. Dan krijgen we cyaan dye of cyan dye, hoe je het ook wil noemen. We moeten een brug bouwen. We moeten een stal gaan bouwen. Er is zoveel dingen die ik moet gaan doen. Maar dat komt allemaal in de volgende aflevering. In ieder geval voor nu, jongens. Dank jullie wel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik heb in ieder geval genoten van de boom bouwen, van mijn cactusfarm uitbreiden en van heel veel blaadjes zakken. Het was een leuke aflevering. Vergeet zeker even niet te liken. Dit was trouwens aflevering 20. Dus we hebben 20 afleveringen Cold Adventure Season 3. Ik ben er hartstikke tevreden mee. Vond je het nou ook zo leuk? Klik dan even op die abonneerknop en abonneer. En als je toch abonneert, dan kijk nog lekker even deze video. Dit is namelijk het vorige deel. Heb je die nou nog niet gezien? Dan moet je hem zeker even kijken, want dan ben je weer helemaal up-to-date over alles. En dan nu spreek je later een glaasje water. We praten heel snel tot de 4 flesje bier. Tot de volgende keer. Bye bye.